goud. Dat is het enige dat echt telt voor topsporters. Het ultieme doel, toch? Ik ben Minke Boy en in aflevering 3 van de podcast Goudspraak is Kieran Baddou mijn gast. Met hem praat ik over zijn Olympisch goud in het windsurfen, maar ook over de overstap naar het foilen en het missen van Parijs. Wat is nu de betekenis van goud in het leven en de carrière van Kieran? Kieran, welkom in deze podcast. We gaan het hebben over goud en alles wat daar natuurlijk omheen zit, maar ook hoe het is om het niet te winnen of een keer geen kans erop te maken. Maar ik begin eigenlijk altijd met dezelfde vraag. Wat is jouw ultieme gouden sportervaring? Ja, als ik daarover moet nadenken, dan moet ik heel ver teruggraven. Maar ik ga dan alles langs en ik begin te denken van, nou, wat was allemaal een mooi moment? En dan heb je altijd, nou, naar mijn idee, een beetje de clichés. De momenten dat je wint, dat je op het podium staat, dat je een volkslied hoort of je mag juichen. Maar voor mij is er geen één moment wat daar bovenuit springt. En als ik denk aan mijn gouden moment in mijn sportcarrière, dan is dat de laatste 12, nee, misschien eigenlijk 8, de laatste 8 jaar van mijn carrière. Want daar zijn zoveel mooie dingen in gebeurd dat ik dat eigenlijk bundel als één ervaring. De hele weg naar bepaalde campagnes toe en naar bepaalde evenementen toe is voor mij een goud moment geweest. Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt dat ik denk, die weg vind ik veel belangrijker en mooier dan daar staan en winnen en een medaille ophalen. Daar hebben we dus genoeg om over te praten, dus dat is mooi. Maar waar is het voor jou begonnen? Ik heb ooit op Bonaire gewoond. Wij konden voor mijn vaders werk toen de tijd in 2000 naar Bonaire verhuizen voor een aantal jaar. En daarvoor had ik niks met windsurfen, met watersport. Mijn ouders ook niet, dus het zit niet in de familie. En hoe oud was je toen? Ik was 6 toen ik daarheen ging en 10 toen ik terugkwam. En daar heb ik voor mijn 9e verjaardag, dus dat is vrij laat in dat we op dat eiland woonden, een windsurfles als verjaardagscadeau gekregen. En dat sloeg aan. Ik vond het leuk, ik vond het gaaf om te doen. En al heel snel kwam ik erachter dat ik niet meer wilde voetballen. Buitenspelen was leuk, maar ik wilde toch allemaal wel eigenlijk naar dat strand toe en een beetje gaan windsurfen. En ja, die hobby en dat verjaardagscadeau is compleet uit de hand gelopen. En x aantal jaar verder zitten we hier. Maar je was 10 toen je terugkwam, vertelde je net. Alleen, ik kan me voorstellen dat op Bonaire surfen in het heerlijke weer in de zon, niet zo heel koud water, maar dan kom je ineens in Nederland. En dan ga je daar verder? Nou, het was nog best wel een shock. Dus ik had het daar geleerd en wij kwamen ook terug ergens in september. Dus het werd al wat kouder. En in eerste instantie kom je terug en ga je met je voeten vinden hier. Je gaat weer naar school toe en dat soort dingen. En volgens mij was het oktober, november dat ik dacht van ja, ik wil wel weer dat windsurf oppakken. Waar kan dat hier? En dat was toen de tijd bij een windsurfvereniging in Almere. Maar het was ongelooflijk koud. Het water was bruin. Ik kon niet staan. Er waren allemaal dingen die voor mij nieuw waren, waardoor ik het eigenlijk heel eng vond. En dacht, dit is niet het windsurf wat ik ken. Dit is helemaal niet leuk. Dus dat najaar vond ik best wel moeilijk. En dacht ik eigenlijk van windsurf, dat is het niet meer. Dat op Bonaire was leuk, maar hier in Nederland, kan ik me helemaal voorstellen, ja. Ja, is het zo anders. Helemaal als 10-jarig jochie. Maar toen in het voorjaar, nadat ik de winter heb uitgezeten, dacht ik toch wel van, nou, het is hier ook wat warmer. En er zijn plekken in Nederland waar je nog heel ver kan staan. Daar kon ik dan wel wat makkelijker gaan windsurfen. Dus uiteindelijk heb ik het wel weer opgepakt. Maar zat dat vooral in het plezier wat je had door te doen? Of voelde je ook al wel, ik ben er goed in en kan winnen van anderen? Wat was voor jou belangrijk? Voor mij was het echt plezier. Ik had totaal geen competitieve drive. Winnen zat niet in mij. Ik vond het gewoon heel leuk om te doen. Meer tijd op het water, de adrenaline rush. Samen met vriendjes windsurfen. Om met elkaar over dat water te speren. Dat vond ik geweldig. En voor mij kwamen wedstrijden eigenlijk als een soort van moment om meer uren op het water te maken. Ik ging een wedstrijd varen, want dan kon ik zondag ook windsurfen in plaats van alleen zaterdag. Dus ja, zo ben ik een beetje in dat wedstrijdcircuit gerold. En ik kwam er al wel achter, op een vrij jonge leeftijd, dat ik wat beter ging dan mijn leeftijdsgenootjes. En dat komt misschien omdat ik op Bonaire, daar kon ik elke dag naar school, kon ik windsurfen. Er stond elke dag wind. Dus ik heb best wel veel uren gemaakt op een jonge leeftijd. En zo kwam ik er toch wel weer achter dat ik een kleine voorsprong had ten opzichte van de jongens hier die mijn leeftijd hadden. En had je dan wel al een coach of een trainingsprogramma? Of hoe werkt dat in het surfen? Nee, toen dat eigenlijk niet. Alles was vrij recreationeel. Dus we gingen gewoon zelf met mijn ouders naar het strand toe. Veel op het strand Horst hier in de polder heb ik gewindsurfd. En later ook veel naar Zeeland gegaan.
En toen ik 13 was, kwam er een beetje iets van een jeugdselectie tot stand. Maar dat moest toen de tijd helemaal opgezet worden. Dus er was één coach samen met twee andere mannen die dachten van... nou, we willen het jeugdwindsurfen weer een boost geven. En zo zijn er 6 mensen in zo'n jeugdselectie gekomen... om eigenlijk gewoon wat meer en wat georganiseerder te gaan trainen. En 1 keer per jaar naar Frankrijk om een wedstrijd te varen. Dus het hield allemaal niet heel veel in. Maar het was wel weer leuk voor mij om daarbij aan te sluiten om... nou ja, wat mijn motto was, is meer te gaan surfen. En had je denk ik ook geen idolen of zo? Of mensen waar je tegen opkeek of dacht, zo wil ik ook zijn? Nou, binnen Olympische sport niet, maar binnen het windsurfen wel. Er waren heel veel windsurfers op Bonaire, waar ik heel erg naar opkeek. Omdat ik als jochie van 9 daarnaast best wel goede jongens aan het windsurfen was. Die het ook op de internationale tour heel goed deden. Die waren vooral in de freestyle en de trucjes doen heel goed. En ik weet dat ik samen met een van mijn leeftijdsgenootjes... dan achter een van die jongens aan ging varen, kijken wat hij ging doen... en dan precies hetzelfde ging proberen. Nou, dat ging helemaal fout voor ons. Maar ja, binnen die sport zijn er wel wat jongens waarvan ik dacht... ja, dat vind ik gaaf als ik zoals hun kan worden. Als ik een professioneel windsurfer kan worden. Dat was wel een drive of een ambitie. Ja, op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat ik het zo leuk vond... en dat ik het alleen maar meer wilde doen. En eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat professioneel windsurfer... daar je baan van maken, dat is een ultieme droom. Dus dat kwam een beetje tot besef. Toen ik een jaar of 13 was, misschien 12, van ja, ik wil dit fulltime gaan doen. En wanneer kwamen dan die spelen een beetje in beeld? Of had je überhaupt het idee van, daar kan ik aan meedoen? Dat was voor mij vrij laat eigenlijk. Ik had in het begin helemaal niet door dat windsurfen een Olympische sport was. Dus dat is ook nog wel... Ja, mijn passie lag echt bij het plezier maken in die sport. En op een gegeven moment... Dus je had ook nog nooit van Stefan van den Berg gehoord? Geen idee wie die was. Nee, echt. Ja, heb je hem later wel eens ontmoet? Of? Ja, zeker. Ik heb ook nog een paar kleine wedstrijdjes tegen hem gevaren... op een wat leukere manier bij hem thuis in Hoorn. Het was eigenlijk vooral toen ik in de jeugdselectie kwam... en we gingen wat meer trainen en toen... Ja, kwam er toch ook in beeld dat windsurfen een Olympische sport is. En er bestaat een racediscipline binnen het windsurfen. En daarmee kan je dus inderdaad een heel traject volgen. Trainen naar wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. En dus inderdaad ook de Olympische Spelen, want het was een Olympische sport. En dat was voor mij, was dat het moment toen ik 14, 15 was... dat ik dacht van ik wil veel meer gaan windsurfen en ik wil de beste van de wereld worden... Dat ik dacht van ik moet dat in dat Olympische circuit gaan doen. Want daar is veel meer structuur. Daar valt veel meer training te halen. En daar kan ik echt heel veel leren. Maar toen was er nog geen besef van dat ik ooit naar die Spelen wilde. Dat kwam pas echt toen ik een beetje 17, 18 was. Dat ik dacht van nee, maar als ik de beste wil worden... dan moet ik ook naar die Spelen en moet ik daar iets gaan laten zien. Wat vonden je ouders ervan dat je professioneel windsurfer wilde worden? Nou, die vonden het een heel ambitieus mooi doel. Maar ja, ik ben na mijn middelbare school ben ik ook gaan begonnen met de studie. En eigenlijk al vrij snel in mijn studie kreeg ik de kans om inderdaad professioneel te gaan windsurfen. Om dat fulltime te gaan doen. Nog niet voor enig salaris of iets, maar ik moest in ieder geval wel heel veel weg om te gaan trainen. En dat was voor mij een moment dat ik eigenlijk tegen mijn ouders moest gaan zeggen van... pap, mam, ik wil stoppen met school, want ik wil gaan surfen. En ze hebben me wel altijd heel erg goed gesupport daarin. En dat vond ik wel fijn dat ze een hele reële blik hadden daarop. Van ja, als je het niet haalt, dan moeten we ook gewoon een backup plan hebben. Dan ga je studeren, dan ga je een studie afronden. Maar ze hebben mij toen 2 jaar de tijd gegeven om in de top 10 te komen. En we zagen dat, dat hadden we samen bepaald, van als je in die top 10 komt... dan is de kans dat je er echt iets van gaat maken is wat groter. Dus dat was de doelstelling. En ik weet dat ik toen de tijd in februari heb gezegd... ik stop, ik ga nu veel trainen en ik ga dat een kans geven. En dat ik in juni op het EK mijn eerste top 10 plek voor bij de senioren. En toen belde ik heel blij mijn ouders. Pam, dit gaat het worden, ik ga windsurfen. Dus ja, het is een heel... het is een hele ambitieuze beslissing vaak voor mensen. Het is niks is zeker in dat wereldje. En het is niet een sport waar heel veel geld in zit. Dus het is best een risico. En ik ben wel blij dat ik toen samen met mijn ouders die beslissing heb kunnen nemen. En dat het succesvol heeft uitgepakt voor mij. En vanaf dat moment was je professioneel windsurfer? In ieder geval, dat dacht ik wel. Voor mijzelf was dat mijn label als professioneel windsurfer. En in welk jaar was dat ongeveer? Dat was 2013. Oké. Okay.
Ja, dus toen, dat was ook het jaar dat ik uit de jeugdcategorie, die is bij ons onder de 19 jaar. Daarna ben je, val je onder de senioren. En dus vaak zie je dat die transitie heel lastig is. En voor mij, omdat ik wat langer was en wat zwaarder dan de gemiddelde 18 of 17-jarige jongen, kwam die transitie wat makkelijker en kon ik vrij vroeg al goed varen in het volwassen veld. En hoeveel toppers had je toen in Nederland zo ongeveer in jouw categorie? Eigenlijk was toen de tijd alleen Dorian. Dorian van Rijsselberg. Ja, was alleen Dorian van Rijsselberg bezig. In de aanloop naar Londen toe, de Spelen van 2012, hadden we ook Casper Bouwman. Die een aantal jaar daarvoor wereldkampioen is geweest. Maar die was al gestopt toen de tijd. Dus het was alleen Dorian, die samen met zijn coach toen de tijd Aaron veel bezig was. En ik, die een soort opkomend talent daarin was en mijn weg moest vinden. Maar uiteindelijk ook later dat jaar kwam eigenlijk al vrij snel de aansluiting waar ik bij door kon aansluiten om te gaan meetrainen, om te gaan leren en dat traject in te gaan. Want je zegt ook door, het is ook een goede vriend van je, hè? Of in ieder geval iemand waar je heel intensief mee hebt samengewerkt. Ja. Nee, we hebben sinds 2013 dus zijn we gaan samenwerken. Daarvoor kenden we elkaar al omdat we her en der elkaar zagen op Nederlandse kleine wedstrijdjes. Dus wij wisten al van elkaar af. En ik denk dat het mooie is dat wij samen zijn gaan trainen voordat ik echt een concurrent van hem was. Dus we hebben een hele goede vriendschap en een hele goede band kunnen opbouwen, omdat er geen spanning was voor wedstrijden. Er was geen, ik moet het plekje van jou afpakken of iets in die zin. En daardoor hebben we echt een vriendschap kunnen opbouwen voordat we dus inderdaad wel die concurrenten werden. En ja, dat is zo bijzonder dat wij op zo'n manier eigenlijk samen wonen, samen leven, samen wedstrijden ervaren en eigenlijk om één plek aan het strijden zijn. Maar wanneer werd jij zijn concurrent? Voor mij werd dat duidelijk vlak voor de Spelen van Rio. Dus in die selecties was ik echt nog niet goed genoeg toen we de kwalificaties gingen doen. En naar de Spelen toe werd ik steeds beter. En het voorjaar van 2016 hebben wij het laatste WK gevaren voor de Spelen. En daar eindigden wij 2 en 3 met gelijke punten. En dat was voor mij een inzicht van kijk, ik ben misschien wel enigszins in de buurt van wat hij is nu. En ook de aanloop naar de Spelen toe ging er voor mij heel goed. Ik was als trainingspartner mee. Dus ik was in Rio veel aan het varen. En wist eigenlijk heel, heel hard te gaan. Heel snel te varen, slim te varen. Alleen maar om door te pushen, om beter te gaan. Ja, want hij deed mee aan de Spelen in Rio. Ja. Voor Nederland. En won werd Olympisch kampioen. Ja. Dus ik blijf altijd zeggen dat een deeltje van die medaille door mij komt. Omdat ik hem... Ziet hij dat ook zo? Ik denk het wel. Ik denk als je het hem nu gaat vragen dat hij dat kan beamen. Het is een individuele sport. Maar uiteindelijk als je traint in je eentje ga je er niet komen. Dus je moet een team om jezelf heen creëren. Waarbij je mensen hebt die je op het water kunnen pushen. Waardoor jij nog harder moet gaan varen of nog slimmer. En daar hebben wij gewoon een hele mooie samenwerking in weten te vinden. Dat we echt wel gewaagd aan elkaar waren. Elkaar echt konden uitdagen op het water tot af en toe frustratie aan toe. En dan op de kant kwamen, elkaar een knuffel gaven en laten we lekker gaan eten en de dag verder gaan. Dus wij konden heel goed dat op het water laten. En het was ook een mooi contrast dat wij dus inderdaad sporten op het water. En een soort van weer aan land kwamen en al die problemen een soort van bij dat water konden houden. En daar een contrast in konden vinden. Dat we inderdaad gewoon als vrienden verder konden en niet als concurrenten. Maar dan moet voor jou ook het zaadje geplant zijn van dit zou ik ook kunnen bereiken. Dat was voor mij het moment inderdaad dat ik dacht van deze zijn dan te vroeg, die Spelen van Rio. Maar de volgende, dan ga ik er staan. Maar toen was je ook weer concurrent met Dorian van Rijsselberg, toch? Ja, want Dorian was niet gestopt. Dat dachten wij in eerste instantie van die zal wel stoppen na een gouden medaille. Maar helaas, hij ging gewoon door. Maar nee, het was daardoor des te mooier, denk ik. Is dat we dat... Die band die we hadden en die samenwerking konden wij doorzetten. En daar konden we nog meer groeien, nog meer aan elkaar hebben. Omdat we nu echt twee gelijkwaardige windsurfers waren op dat gebied. En wie was nog meer belangrijk voor jullie in die campagne richting Tokio? Heel erg onze coach, Aaron McIntosh uit Nieuw-Zeeland. Dus die heeft echt... En die trainden jullie beide? Die was de coach van ons beide. Die was al met door betrokken sinds de campagne voor Londen. Dus die was al wat langer in dienst van Nederland. En die bleef ook de campagnecoach toen ik erbij kwam. En ontfermde zich eigenlijk over ons alle twee. En daarnaast hebben we nog een aantal trainings. We hebben heel veel trainingspartners uit het buitenland gehaald. En uiteindelijk ook eentje uit Nederland, Sil Hoekstra. Die eigenlijk net dezelfde rol als hoe ik bij Dorian kwam. Die rol stapte hij in. Hij was wat jonger.
ontzettend leergierig en kon heel hard windsurfen. En een soort dat jonge, verse bloed wat af en toe wilde laten zien dat hij ook goed kon varen. Dus ja, met ons vieren hadden we een hele mooie samenwerking, een hele mooie band. Waar we een soort van de veteraan hadden. Ik die jong en opkomend was en er tegenaan zat. En dan een heel jong talent wat af en toe echt hele goede dingen liet zien. Met een van de beste coaches, denk ik, aller tijden. Ja, was dat een campagne die gegarandeerd succes zou zijn voor iemand. Maar dan komt toch dat moment dat jij gaat en Dorian niet naar Tokio. Ja, het is een grappig moment. Want uiteindelijk hebben we een selectie gedaan over de 3 WK's. Dus het is een hele lange interne selectie geweest, eigenlijk over 3 jaar. We begonnen al in 2018. En het jaar daarvoor was ik ervan overtuigd van dit is mijn tijd. En ik ga nu vlammen. En Dorian is oud. Die gaat lekker, die doet mee. Maar ik ga naar die spelen. En ik weet dat wij dat eerste selectiemoment in gingen. Het eerste WK. En hij wist dat WK te winnen. En ik word tweede. Dat ik ook echt zo met mijn handen in mijn haar zat van hij doet het gewoon nog steeds. Wat moet ik doen om überhaupt op die spelen te komen? En ik weet dat ik toen inderdaad daarna reed ik samen met Aaron reden wij naar huis. En toen is er voor mij een knop omgegaan. En dat is een heel bepalend moment geweest in mijn carrière. Waar we echt het hebben gehad over ja, mijn attitude en mijn instelling. En ik moest gaan geloven in dat ik kon winnen. Want ik was eigenlijk er altijd wel van overtuigd. Als Dorian van mij won, was dat oké, want hij is heel goed. En Aaron wist mij te overtuigen dat dat helemaal niet zo is. Want ik ben beter. Dus je moet dat ook gewoon laten zien. En sindsdien is het echt in een zesde versnelling gestapt. En ben ik bijna alle wedstrijden die ik heb gedaan, heb ik daarna kunnen winnen. En dus ook de 2 andere WK's die bepalend waren voor die selectie. En dat, ja, dat is een heel, heel apart moment als je dan die laatste wint en je beseft dat je naar de Spelen gaat. En je hebt 3 jaar lang de WK's allemaal op de 2 hoogste treden van het podium gestaan. Maar jouw beste vriend, die ook het supergoed doet, die gaat ineens niet. En voor hem was het ook het moment dat het einde carrière was. Dus het was een heel een mix of emotions wat dat betreft. Met ontzettende vreugde omdat ik naar de Spelen mocht gaan. Iets wat ik altijd al wilde. En aan de andere kant wist ik dat de samenstelling waarin we trainden, dat die ten einde zou komen. Dus het was lastig. Maar het was vooral wel de vreugde die overheerste. Omdat Dorian zich ook heel goed kon verplaatsen in mij. En kon zeggen, kijk, dit is jouw moment. En ga het maar laten zien. Dus ja, het was een heel mooi emotioneel moment wat dat betreft. Ja, mooie campagne. Maar wat ik zo vaak hoor bij sporters is dat er toch, hè, dat eerste moment dat je dus niet wint, is eigenlijk uiteindelijk goud waard. Dus om erin te gaan geloven van, hey, er moet iets anders of ik kan het wel. Of er is altijd zo'n moment voor het goud, zeg maar, waardoor de knop omgaat. Of het geloof er juist is, of het geloof er moet komen. Ik denk dat je daar die lessen uithaalt. Is wanneer het net niet lukt, dat je toch extra kritisch gaat kijken naar jezelf en wat je aan het doen bent. En een soort concludeert dat wat je hebt laten zien onder de maat is. En hoe gaan we er dan wel voor zorgen dat ik er ga staan op het moment dat het moet. Dus winnen is leuk, maar dan krijg je ook een soort roze bril op en dan is alles goed. Terwijl er op dat moment ook heel veel dingen fout gaan. Terwijl je wel weet te winnen. Maar inderdaad, die momenten dat het duidelijk voelt als verlies, kan je er heel kritisch naar kijken. En ik denk dat dat vooral maakt, in mijn geval, dat het echt een mentale knop was die om moest. En dat ik er zelf in moest gaan geloven. Maar dat kwam dus inderdaad door eerst te verliezen. Ondanks dat je tweede wordt op een WK, wat super gaaf is. Maar in dat geval voelde het als verliezen, want ik sta achter in zo'n selectie. Dus het zijn die momenten die echt bepalend zijn in zo'n carrière. En dan ben je in Rio, of in Tokio. Tokio waren natuurlijk rare spelen. Zonder publiek. Heel veel coronaregels en uitzonderingen en ingewikkelde spelen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb wat dat betreft heel erg geluk gehad met de sport die ik doe. Want wij zitten op het midden van de baai en hebben nooit publiek. Dus het feit dat er nu geen publiek was voor ons normaal. En wij zaten in een hotel. Met de spelers zaten we niet in Tokio zelf, maar een stukje zuidelijker. En je had een heel groot hotel wat was afgehuurd als mini-Olympisch dorp. En daar zaten wij niet in. Wij hadden ons eigen kleine hotel waar we als Nederlands team in konden blijven. Dus het voelde voor ons echt als een andere wedstrijd die we normaal ook deden. Je verblijft met het team bij elkaar. Er zijn geen andere mensen in jouw omgeving. Je gaat naar de haven toe. Er staan geen duizenden mensen te kijken of die willen je wat vragen. Ja, het enige wat het was, is dat je een hesje aan hebt waar de Olympische ring op staan. En dus willen heel veel mensen wat van je weten na afloop. Dus het is wat dat betreft denk ik wel
ja, misschien voor ons als watersporters was er niet heel veel anders dan hoe wij het normaal zouden doen. En is de race gegaan zoals je hem had bedacht of zoals je hem had gehoopt? Aan de ene kant wel, aan de andere kant weer niet. Wij varen altijd over een week. En het is de gemiddelde aantal punten die je over de week weet te behalen. Daar komt een winnaar uit. Dus je moet heel constant zijn. En nou, mijn eerste dag is vrij goed verlopen. Stond ik op een derde plek in het klassement toen de tijd. En de tweede dag kreeg ik een disqualificatie aan mijn broek. Dus ik zou die dag, als ik die zou hebben gevaren, al naar één klimmen. Maar nu stond ik nog steeds derde, doordat ik in disqualificatie had staan. En dat was achteraf een moment wat heel erg zonde was. Ik heb een situatie opgezocht met een tegenstander. En ben daar heel risky mee omgegaan. Wetende dat de regels een soort van 50-50 kans zijn om gedisqualificeerd te worden. Dus daar baalde ik wel van in dat moment. Dat ik onnodig risico neem en mezelf in zo'n positie moet zetten. Juist op dat moment. Maar ik heb daar dan ook weer heel veel gehad aan Aaron. Met al zijn ervaring. Met wetende dat het goed gaat komen. En die kan mij heel erg geruststellen daarin. Maar ook weer motiveren dat het is van ja, weet je, het is nu al aan. Want we kunnen ons geen fout meer veroorloven. En de twee dagen daarna zijn ongelooflijk goed gegaan. Waardoor ik dus had je weer zo'n moment eigenlijk nodig van even knoppen. Ja, even die focus herpakken. Van weten dat het moment waar we nu zijn is belangrijk. En we kunnen het, maar ga geen gekke dingen doen. Geen dingen die je normaal ook niet doet. En uiteindelijk wist ik 19 punten voor te komen voor de finale. En dat betekent vaak bij 20 dat je al de medaille wint. Dus aan zo'n, dan ga je terugdenken aan die disqualificatie. Als dat gewoon een race was geweest, dan had ik hem al 100% zeker voor de finale race gewonnen. En nu moest ik eigenlijk alleen de race nog finishen om het goud binnen te halen. Dus dat zijn kleine dingen. Weet je, uiteindelijk heb je een prachtige week gevaren. Maar ik kijk dan wel heel kritisch naar dat soort dingen. Van dat was heel erg zonde. En het had zomaar anders uit kunnen pakken als ik mijn focus niet had kunnen pakken de rest van de dagen. Dus. En die laatste race, want eigenlijk, ja, je mag geen fouten meer maken. En dan heb je hem binnen. Maar wat doet dat dan met jou op zo'n moment? Voor mij was die laatste race was heel relaxed. Omdat ik stond 19 punten voor. Ik moest eigenlijk alleen de race uitvaren. Ja, maar dat kan voor sommige mensen ook juist een soort, ja, verlamming of, ja, of spanning. Maar dat doet het bij jou dan niet? Nee, ik denk dat ik dat nooit heb ervaren, die spanning. En zeker op zo'n moment niet weten dat ik eigenlijk alleen de finishlijn over move. Dus iedereen was super scherp bij de start. En ik was bewust aan het wachten. En ik dacht, ik start wel te laat. Dat vind ik allemaal prima. Want dan lig ik in ieder geval niet met het risico van een valse start. Of lig ik iemand in de weg waardoor ik gedisqualificeerd word. En bespreek je zo'n plan dan met je coach of bedenk je dat zelf? Nee, samen met mijn coach. Dus Aaron was heel erg in de veronderstelling dat we gewoon een clean race moeten varen. Geen fouten veroorloven en neem vooral geen risico. Doe juist een stapje terug. En dat heb ik geprobeerd. Ik heb naar hem geluisterd wat dat betreft. Heel laat gestart. En ik kreeg er nou wel nog een beetje een opleving. Want ik lag op een gegeven moment in onze finale race toen er 10 mee. En ik lag een plekje of 7 of 8. En wat meer dan genoeg was om te winnen. Maar in het laatste rak van de race dacht ik van ja, ik kan denk ik wel nog een stukje naar voren varen als ik een beetje aanzet. En uiteindelijk wist ik nog tweede te worden die race. Dus ja, ik ben dan ook competitief genoeg dat ik denk van als het kan, dan ga ik er ook voor. En dan wil ik uiteindelijk die race winnen. Maar ja, dat is net niet gelukt. Maar alsnog was het wel een hele mooie afsluiting van zo'n hele week. En dan sta je daar op die plank. Ja, ongekend gevoel. Ik had voor het eerst dat ik echt kippenvel had. Ook omdat het is zo'n bijzondere ervaring voor ons. Omdat wij nooit met publiek varen. En ineens liggen daar, ik denk een stuk of 40 boten met fotografen, journalisten. Iedereen die wat wil. Iedereen die kijkt, juicht. Dus het is voor ons allemaal heel nieuw wat dat betreft. En dat maakt het wel heel bijzonder. Maar voor mij was het eerste wat in mij opkwam. Is ik ga die finish over en ik moet Aaron zoeken tussen al die boten. Van ik wil naar hem toe om hem een knuffel te geven en te zeggen we hebben het gedaan. Dus dat was wel een heel mooi moment dat we samen in de boot konden staan. En hij had al een Nederlandse vlag in de boot gehangen en was al aan het juichen. Dus het is gewoon een hele mooie afsluiting van de 4 jaar daarvoor. Dat we hebben gezegd, we willen die selecties aangaan door alle WK's te winnen binnen Nederland. En zo te bepalen wie er gaat. En dan gaan we de Spelen winnen. En dat hebben we toen in 2017 ergens tegen elkaar gezegd om een eettafel. En dat is allemaal gelukt. En dat is zo mooi gewoon. Dat besef je dan op zo'n moment. Dat is die kerst op de taart die erop komt. Dan komt alles samen. Dan is het inderdaad het hoofdstuk wat je hebt geschreven is afgesloten. En precies hoe je dat had gewild. En dat is een magisch gevoel wel. Als we die foto's zien
van hoe jij toen op die plank stond, zag je er wel iets anders uit dan nu. Sowieso het kapsel. Ja, ja, dat was ook inderdaad even wat anders. Maar waarom heb je dat gedaan? Nog even uitleggen wat je voor kapsel had. Ik had een blauwe pijl op mijn hoofd en de rest van mijn haar geblondeerd. En dat was naar aanleiding van een cartoon die ik vroeger heb gekeken. Ja, om dat kort uit te leggen. Het gaat over een jochie wat elementen van de natuur kan controleren. Voornamelijk water en wind. En ik dacht, nou, dat is een leuke ingeving voor mij. Omdat ik ook met water en wind aan de gang moet deze week. En een soort van ode aan zo'n tekenfilm doen. Leek mij een heel leuk idee. En dat komt eigenlijk omdat ik altijd iets met mijn haar doe. Dus dat was mijn manier van ja, mezelf presenteren op zo'n wedstrijd. Het is een raar kapsel, een gekke baard. Doe je dat voor jezelf? Of vind je dat ook wel om een beetje het uithangbord van je sport te zijn? Ik doe het voor mezelf. Maar mijn reden erachter is juist om bij mijn tegenstanders de indruk te wekken dat ik het niet serieus neem. Dus als ik met een raar kapsel als een clown op de start kom, want ik deed het er vaak ook echt de dag voor de wedstrijd, dus niemand had het gezien totdat we echt inderdaad aan die start stonden, dan keken vaak heel veel mensen naar me met wat ben jij nou weer aan het doen? Je bent er helemaal niet serieus mee bezig. We gaan een WK varen, focus je. En dat was mijn manier om juist een beetje het randje eraf te halen van eventuele spanning. En een illusie te creëren bij anderen dat ik het niet serieus neem. Terwijl ik eigenlijk daardoor juist meer tot mijn recht kwam. Dus het is een hele tactische keuze om er heel raar uit te zien. En voor die spelen dachten we, ja, dan moeten we er een stapje bovenop doen. En toen hebben we de link gelegd inderdaad met deze cartoon. En dachten we van ja, dan moeten we dat helemaal gaan voorbereiden. Zijn we met blauwe haarverf naar Tokio afgereisd. En hebben we een hele middag staan knutselen in de badkamer. Mijn coach heeft uiteindelijk de pijl erin geschoren. Dus ja, dat was een super. Het is ook een leuk ding om samen te doen. Het is iets wat je gedachten van de wedstrijd afhaalt. Van oh ja, we moeten ons haar gaan bedenken. Wat gaan we doen? Allemaal kleine maniertjes om het luchtig te houden. En dat had ik wel nodig om goed te varen. Dan ben je de Olympisch kampioen. De sport blijft op het programma richting Parijs, maar wordt wel aangepast. Hoe was dat voor jou? Want leg ook even uit wat het verschil is. Hè? Je hebt ook een deel van je nieuwe zeil volgens mij meegenomen. Staat hier achter jou. Achter mij inderdaad. Ja, want het is van windsurfen naar foilen gegaan. Ja, dus eigenlijk een keuze waar je natuurlijk geen invloed op hebt. Nou ja, dat is grappig, want aan de ene kant wel. Samen met Dorian en Aaron hebben we eigenlijk deze keuze naar voren gepusht. Dus wij zijn al in 2018 begonnen met foilen. Her en der gewoon een middagje op de plank gestaan. Want toen was het helemaal hip binnen het windsurfen om ook te gaan foilen. En toen zijn we eigenlijk met een bepaald merk om tafel gaan zitten. En hebben we gezegd van ik denk dat dit heel goed kan zijn voor de toekomst en voor de jeugd. En wij willen jullie helpen bij de juiste ingangen zoeken binnen onze internationale federatie aan tafel komen om dit te presenteren als eventueel een nieuwe klasse. Dus daar hebben we best wel een rol in gespeeld met het materiaal uitkiezen, de samenstelling van wat het uiteindelijk gaat worden. En dat hebben we zo weten te presenteren dat het uiteindelijk de nieuwe klasse is geworden. En als je dat nu ziet, is dat voor de jeugd en voor de ontwikkeling van de sport is het supergoed geweest. En waarom? Het is frisser, het is hipper, het is moderner en heel veel kids vinden dit gaaf om te doen. En de vorige Olympische discipline was heel technisch en best wel moeilijk. Dus je zag dat heel veel jongere kinderen die daarmee naar aanraking kwamen, tot een bepaald niveau deden en toen dachten, dit gaat mij nooit lukken, ik stop. En nu is het zo leuk dat heel veel mensen denken, ongeacht of het me lukt of niet, ik vind het leuk om te doen en daardoor blijf ik windsurfen. En je ziet dat onze jeugdwedstrijden in Nederland, maar ook internationaal, zijn verdubbeld of verdrievoudigd in deelname. En dat is wel heel gaaf om te zien. Dus we wisten al enigszins dat de verandering eraan zat te komen. Maar we hadden niet zo goed door hoe anders het nou zou zijn. Dus hoe anders de races zouden worden, de lichaamsbouw, de technieken. Uiteindelijk is het een hele andere sport geworden. En als ik het probeer uit te leggen, is het verschil altijd baanwielrennen en BMX'en. Dus het is allebei fietsen. Maar er komt compleet andere dingen bij kijken. Het zijn niet dezelfde sporten. En dat hebben wij ook een beetje met het normale windsurfen en nu het windfoilen. Want wat was het voor invloed van jou? Of wat moest jij veranderen? Nou, voor mij bijvoorbeeld het meest opvallende wat dat betreft is mijn gewicht. Voorheen gingen wij door het water en dan was er met het setje wat we hadden een ideaal gewicht uitgekomen. En we werken niet met gewichtsklasses, maar daardoor kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat met alle wind moest je dit bepaalde gewicht hebben, dan kan je het beste uit de voeten komen.
En dat was voor mij in Tokio was ik 73 kilo. En nu met de foil komen er hele andere krachten op de plank, op je lichaam. En wordt eigenlijk door de vleugel die je achter mij ziet het boord uit het water getild. En moeten wij veel zwaarder zijn om alles te controleren en te kunnen accelereren. En ik ben nu 96 kilo. Dus ik ben iets van 23 kilo aangekomen om deze nieuwe discipline een beetje onder de knie te krijgen. Gaat je dat makkelijk af om zo aan te komen? Nee, absoluut niet. Ik heb echt wel. Ik eet met tegenzin wat dat betreft. Je weet dat het een reden heeft. En ik sta ongelooflijk veel in de gym om maar spiermassa te kunnen aankomen. Maar het is een lastige opgave. Omdat wat wij doen is ook gewoon een cardio gedreven sport. Je bent vaak lang op het water zonder al te veel eten. Dus je verbrandt heel veel calorieën. Dus om dan nog aan te komen is heel lastig. En als ik kijk naar de campagne naar Parijs toe dan. Had ik in principe 2 jaar om 22 kilo aan te komen. Een nieuwe sport te leren. Alle technieken door te krijgen. En dus inderdaad heel veel uren te maken in een gecompressed window wat dat betreft. Dus dat is zeker een uitdaging geweest. En dat heeft echt wel met enig blessure leed is dat naar voren gekomen. En ik kan nu zeggen dat ik nu op gewicht ben en aan mijn fitheid kan werken. En langzaamaan comfortabeler word met mijn nieuwe lichaam wat dat betreft. Maar je gaat niet naar Parijs? Het is zo helaas niet, nee. En hoe was dat voor je? Heb je zoveel geïnvesteerd? Je bent de Olympisch kampioen. Je hebt zelf het initiatief genomen tot deze sport. Ja, het is heel lastig inderdaad. Vooral als je kijkt, het klinkt eigenlijk niet logisch. Je hebt zelf inderdaad bijgedragen aan dat deze discipline naar voren komt. Terwijl je eigenlijk heel dominant bent in de vorige. Maar ik wist dat inderdaad toen het bepaald werd dat dit de nieuwe klasse wordt. Dat het voor mij een race tegen de klok ging worden. Want de beslissing was genomen in 2019. Dus heel veel jongens die niet naar de Spelen gingen of die ambitie niet of die positie niet hadden, die konden al vanaf 2019 hier hun tijd in stoppen en investeren. En voor mij is het eigenlijk pas begin 2022 gaan rollen dat ik fulltime hierin ging. Dus ik wist altijd dat het een race tegen de klok ging worden. Omdat ik dus inderdaad ook zoveel moest aankomen, eigenlijk heel veel wateruren weer moest gaan maken om dus inderdaad dit allemaal onder de knie te krijgen. En ja, dan lukt het net niet. Het eerste selectiemoment heb ik compleet gefaald. Een WK in eigen land waar ik echt ondermaat heb gepresteerd. En daardoor moest ik best wel een lastige opgave ingaan. Omdat een van mijn concurrenten was de wereldkampioen. En die vaart supersterk en supergoed. En ik moest voor hem eindigen om de selectie nog open te houden. Dus dat is al een lastige opgave op zich. En we hebben er alles aan gedaan om zo dicht mogelijk erbij te komen. En uiteindelijk op een paar punten of een paar beslissingen in zo'n finale is het net niet gelukt. En ja, dan baal je aan de ene kant ontzettend erg. Omdat je dus best wel dichtbij zat. En het had maar net even anders moeten vallen of het was wel gelukt. Maar aan de andere kant ben ik ook gewoon ontzettend trots op dat ik in zo'n korte tijd zoveel progressie heb gemaakt. Waar andere mensen al heel lang of bijna dubbel aan uren op deze plank hebben. Weet ik dat in zo'n korte tijd toch nog wel op te pakken dat ik bij de wereldtop hoor. En daar probeer ik gewoon heel veel energie uit te halen. Dat ik toch wel weer door wil. Omdat ik het idee heb van die groei, daar zit nog geen einde aan. Dus we zien je misschien wel in Allee op de Spelen. Sowieso de weg er naartoe. Dus ja, ik ben nog niet klaar. Ik heb het idee dat dat ik nu eindelijk de tijd heb om dit onder de knie te krijgen. De afgelopen paar jaar was het allemaal gehaast. En moest er heel veel gebeuren in een hele korte tijd. En werd het eigenlijk een beetje afgeraffeld daardoor. En nu heb ik gewoon de tijd om dit onder de knie te krijgen. Ik ben nu al opgewicht. Dus ik kan nu gewoon zorgen dat ik zo fit mogelijk word. Zo gezond en sterk mogelijk. En dan veel, veel gaan varen. En hopelijk gaat dat me een klein voordeeltje geven om die selectie misschien wel te winnen. En je helpt nu ook andere sporters op weg naar de Spelen van Parijs. Ja, ja. Tenminste, dus, surfers of foilers. Ja, dus dat is een recente ontwikkeling voor mij dan. Maar ik heb het altijd leuk gevonden om te coachen. Om mensen te helpen. Om mijn lessen te delen met anderen, waardoor zij er iets aan hebben. En ja, dat kan ik nu doen in een rol als coach. Van een van mijn goede vrienden, een Noorse windsurfer, die zich nog moet kwalificeren. Dus ja, daar gaan we de komende maanden alles aan doen om samen met hem, om hem zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. En hopelijk kwalificeert hij zich voor de Spelen. Maar ik vind het vooral een leuke uitdaging voor mezelf. Ik blijf daarmee betrokken in de sport. En ik kijk er al eigenlijk naar hetzelfde spelletje, maar dan van een andere positie. En ja, ik leer er zelf ook wel heel veel van. Dus daar kom ik vooral achter dat ik eigenlijk aan het observeren ben voor wat ik zelf allemaal weer straks ga doen. En ik maak kleine aantekeningen van, dat wil ik nog meenemen. Dus
ja, dit is ontzettend leuk om te doen. En voor mezelf haal ik er gewoon heel veel uit ook. Zie je het ook misschien voor de toekomst als baan, coach? Eventueel wel, maar ik heb altijd wel, en dat is een beetje, dat komt van de filosofie van Aaron ook af. Ik wil dat doen met mensen waarmee ik wil werken. Dus het gaat mij echt om de mensen waarmee ik dan, ja, die ik zou coachen. Dat gaat echt mijn beslissing, daar gaat die van afhangen of ik dat wel of niet wil doen. Dus ik haal heel veel energie uit als het mensen zijn waarmee ik goed samen ga, waarmee we echt progressie kunnen boeken. Maar coachen om het coachen, dat zal ik nooit doen. Het gaat mij echt om de mensen om me heen. Heel veel dank voor dit mooie gesprek. Ook voor je eerlijkheid. Ook over hoe het is om het niet te halen. Ook heel veel succes. Niet dan nu in Parijs als foiler. Maar wie weet wel in dus een andere rol. En daarom willen we je ook iets geven. En dat is deze Gustav. Dat is natuurlijk een mascotte. Ja. We willen je heel veel geluk wensen. Heel veel ervaringen ook nog. En is het niet naar Parijs, dan misschien wel voor de route daarna of de campagne daarna, zoals jij het noemt. Ja. Wat neem je in ieder geval mee in je rugzak? Want het is een rugzak. Nou, sowieso deze. Ja, hij heeft ook bandjes aan de achterkant. Ik denk dat alles wat je meeneemt zijn alle ervaringen die je opdoet. Ik zie mezelf echt wel als sponsor wat dat betreft. Ik probeer overal informatie op te nemen en kleine dingetjes te onthouden, te leren om dat allemaal mee te nemen. Ik denk dat iedereen wat nuttigs heeft en wat kennis heeft. En ik probeer daar overal een klein stukje goud van mee te pakken. Mooi, dankjewel Kieran. Ja, dankjewel.